vandaag in Wegmisbruikers, komt aan deze proefrit voortijdig een einde. Wij zijn even benieuwd naar waar het originele kentekenbewijs is. Ja, dat is niet zo mooi. Dan krijgt u proces verbaal, want u bent verplicht kentekenbewijs mee te geven. Dus ik zou graag willen dat een van u deze kant op komt om hier de boel op te lossen. Want we hebben hier nu een klant staan die overal de dupe van is. Is het motorseizoen weer geopend? Dan gaan we het tunneltje onderdoor. En wat gebeurt er dan? Hing, 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 hing. Hoe denk je dat is voor andere weggebruikers als je dat hoort? Hing, hing, hing. En ligt de politie midden Nederland in de clinch met deze praatjesmaker? Als je dan gewoon even normaal wacht. Niet, ik weet het, 130 euro plus 7 euro. Hoef ik die onzin van jou, die reclame ding, hoef ik niet te horen. Dat is gewoon heel normaal. En volgens mij bepaal jij niet hoe ik mijn werk doe. Als je in een rode Ferrari Testarossa rijdt, dan valt het niet mee om je aan de verkeersregels te houden. Maar met een Ford Fiesta zou het moeten lukken. Toch rijdt deze bestuurder veel te snel, plakt hij continu op de linker rijstrook en haalt hij andere weggebruikers rechts in. En hoewel hij het zelf allemaal heel erg grappig vindt, is het eigenlijk om te huilen, zoals we zien bij Barendrecht op de Rijksweg A15. De Rotterdamse surveillanten zitten achter de bestuurder van een Ford Fiesta. Op deze weg geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur. 124. Ik kan al een keertje. Ik kan een voorbeeldige links rijden. Ja, dat is wel een vraag. Ja, hier kan hij nu makkelijk naar rechts. Rechts in aanhouding. Ja. Lima Tang. Nee. 138. Meenemen. Maar niet voordat de Fordrijder deze vrachtwagen rechts heeft gepasseerd. Meer rechts inhalen. Waar zijn we hem voor de snelheid op? Ja, snelheid sowieso. Hij spiegelt goed. Ja, dank je. Goeiedag heer, maar hij zit al een behoorlijke tijd achter u. We zijn met een videosurveillance bezig. De snelheid is behoorlijk aan de hoge kant. We hebben een meting gedaan en dan komen we uit op 138 waar u maar 100 mag. En er gaat straks nog een wettelijke correctie vanaf, maar dan blijft het nog steeds te hard. Valt het ons op dat u rechts inhaalt, voortdurend links blijft rijden. Allemaal van die dingetjes die niet juist zijn. U bent niet tot antwoord verplicht, maar hoe komt dat zo? Weet dat niet. Mag u even voor hem plaatsnemen? Goeiedag. Goeiedag. Jawel. Eerst politie. Ja, de snelheid die u in het scherm ziet staan, dat is onze snelheid. Alleen straks gaat dat nog iets hoger. Daarbij valt ook op dat u toch wel redelijk links blijft liggen. Ja. Wat is daar de reden van? Nee, weet ik niet. Gewoon wel makkelijk. Nee. Maar wat gebeurt? Want nu gaat u rechts inhalen. Ja. Wat lekker de rang erin en hem blijft maar links. Ja. En ik denk nou. Ja. Gaan er maar rechts voorbij. Nou ja, dit is eigenlijk. Ja, ook gaat ook weer rechts er voorbij. Ja, ja, inderdaad. Ja, klopt. Met dode hoek, ja. Ja. Die verwacht niet dat u dat doet. Maar wat vindt u ervan als u dit zo terugziet? Ja, lachwekkend. Ja? Ja. En wat vindt u dan lachwekkend? Want wat ik vind het eigenlijk. Ja, man haal ik niet, maar ja. Wat een rode Ferrari, ja. Krijg je een rode Ferrari, krijg je dat? Altijd een rode Ferrari, joh. Ja. Inderdaad. We gaan het naar mijn geel maken. Als je denkt dat je met een Ferrari rijdt, dan krijg je dat. Dat is het. Heeft u nog vragen? Nee hoor. Geen vragen? Nee. Oké, prima. Ga ik een fijne dag wensen. Ja, tot ziens. Ja, lopen. Fijne dag verder. Deze bestuurder hoeft zijn rijbewijs nog niet in te leveren en mag weer verder met zijn rode Ferrari. De bekeuring bedraagt €382. Van Barendrecht gaan we naar de politie Midden-Nederland bij Utrecht op de Rijksweg A2. Surveillante Raymond en Patrick worden ingehaald door een bumperklever. Die nog steeds op dezelfde afstand. Een auto kan ertussen, Je hoort zelfs Raymond dat hij er langs wil. Dan rijdt hij naar de volgende toe. En hij zit weer dicht op zijn voorganger, kijk. Ja, dat is echt duidelijk te kleven, toch? De bestuurder krijgt een stopteken en Raymond spreekt hem aan. Dag meneer. Goedemiddag. Veldhuis Verkeerspolitie Utrecht. Ja, de reden dat we je even laten stoppen, ja, is de manier waarop je rijdt. Zeker gezien de weersomstandigheden. Pardon?
Een aantal malen kruip je heel dicht op je voorganger en dat is wat wij noemen kleven. Ja, nee, oké. Dat... En dat gebeurt als eerste in de nieuwe tunnel, hè? Waar je een grijzige Volvo Station voor je hebt. Yep. En verderop doe je dat dan nog een keer als je de draai in gaat naar de 12. Ja. Dan kruip je weer op een bestelbusje wat voor je zit. Ja. En een aantal keren moet je daarbij gewoon remmen. Omdat je gevoel waarschijnlijk zegt van ik kom toch te dichtbij. Ja, misschien wel. Je ja. Is het normaal al niet verstandig? Nee. Zeker met de huidige omstandigheden zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, dus dat is eigenlijk dubbelop. Ja. Voor het eerste verhaal wat ik je vermeld van in de tunnel. Daar hebben we ook besloten om jou daar wel verbaal voor te geven. Omdat we het dusdanig gevaarlijk vinden. Ja. Dus daar krijg je in ieder geval een bekeuring voor. Verzamel ze niet en hou in ieder geval voldoende afstand. Nou, dat is niet verleden, dus dat zal wel meevallen. Nou, oké, dat is mooi. Maar probeer die 2 seconden te houden. Ja, zeker gelijk, met deze weersomstandigheden. Nee, veilig reis, fijn weekend. De polo-rijder weet dat hij fout zit. De bekeuring loopt via de officier van justitie en zal waarschijnlijk enkele honderden euro's bedragen. Van Utrecht gaan we naar de politie Oost-Brabant bij Bokstel op de Rijksweg A2. Sofjan de Ger en Johan zitten achter een Volvo-rijder die de maximumsnelheid van 90 bij de wegwerkzaamheden negeert. 147, Ger. 147? Ja. Oké. Dat is een invordering. Kijk, laat me even mee naartoe. De bestuurder krijgt een volgteken en Johan spreekt hem aan. Een goede avond, meneer. De reden van uw staande houding is uw snelheid. Ja. Bij de wegwerkzaamheden. Ja. Er zijn ook wat beelden van gemaakt en daar wil ik u graag even uitnodigen om die in elk geval even te bekijken in de tussentijd dat ik het een en ander in orde ga maken. Ja. Dan komt de gemiddelde snelheid uit van 147 km per uur daar waar dat u 90 km per uur mag rijden. 147? Ja, 147 gemiddeld. Daar houdt dus ook in dat uw rijbewijs wordt ingevorderd. Oh, dat is minder. Maar ik nodig u in elk geval uit om heel eventjes bij ons een auto plaats te nemen. Even naar de beelden te kijken. Goeiedag. Hallo, goeiedag. Ik zal me even voorstellen. Ger Jacobs, hallo. Ja, het is hier 90 in de wegwerkzaamheden. Ja, dat is me niet opgevallen. Maar... Ja, het is overal. Er staan overal vol op. Hier hebben wij de meting gestopt. Ja. En wij kwamen uit op 147. Mm-hmm. Dus, al met al... Ik kan er niks anders van maken, jullie ook niet. Nee. Het is gewoon fout. U weet wat het betekent. Ja, het rijbewijs ingevoerd, maar voor de rest niet. Dus, Er wordt helemaal niets gezien? Nee. Ja, misschien wel gezien, maar... Haastig, of niet? Haastig, haastig ook niet echt. Ik was onderweg naar huis, ik heb de dag rondgereden. Voor mijn werk en... Eigenlijk toch ook niet goed natuurlijk, hè? Nee. Want dan moet u toch op een gegeven moment opvallen. Nee, maar nou, ik rijd toch wel iedereen voorbij. Want u rijdt dus echt iedereen voorbij. Ja, inclusief ons. Ja. U bent niet tot antwoorden verplicht, meneer. Maar wat mag ik als verklaring noteren omtrent uw snelheid? De gedachte er niet bij. Dit is voor u. Het rijbewijs nemen wij mee. Ja. Hebt u iemand gebeld? Ga niet het risico nemen om zelf... Nee. Want dit is... We hebben het nu over een overtreding. Hè? En een overtreding betekent dat u gewoon te hard gereden hebt en, dat u, en daarmee is de kous af. Ja. Gaat u rijden, dan gaat u de misdrijversfeer in. En dan wordt het een stukje... Ja, nee, gewoon even gewoon dat risico niet hebben. Is het niet waar? Okay. Op dit moment een vraag aan ons. Nee. Hopelijk krijgt u tot ziens onder andere omstandigheden. Oké. Jo, houdoe. De bestuurder zal iemand moeten bellen om zijn auto verder te rijden... en de zaak wordt voorgelegd aan de officier van justitie. Van Brabant gaan we naar de politie Den Haag in Zoetermeer op de Afrikaweg. Surveillante Henry en Robert zien een kindje voorin op schoot zitten. Dit vind ik wel een kwalijke zaak. Nederland staat. Dit vind ik echt een kwalijke zaak. De bestuurder wordt dan ook direct staande gehouden. Hallo. Meneer, waar moet u naartoe? Alphenbos. Alphenbos. Dan heeft u geluk, want u mag niet meer verder rijden. Ja, ik ga niet. Ik vind, zoals die kleine vervoerd wordt... Nee, sorry voor dat. Ik weet dat ik fout ben. Dat kan ik ook gelijk zeggen. Ik ben ook fout. Het is even geen bewuste keuze van mij geweest. Niet? Ja, dat zei je even, maar ik had geen andere keuze. U had geen andere keuze. Ja, goed, dat is een ander verhaal. Maar wat als er nou wat gebeurt? Ja. U komt van de snelweg af. Stel nou dat er een keer iemand de rood rijdt. Ja. Ze gaat gewoon als een pop door de auto. Voor het kind los vervoeren. Daar gaan we niet voor waarschuwen. Daar krijgt u gewoon een bekeuring voor. Ja. Dat is even het verhaal. Tot zover. Ik loop even naar mijn collega, die gaat even het een en ander noteren en dan kom ik zo even bij u.
Het doet het bedrag wat er voor staat is 100 euro. Ja. En ik mag u ook niet verder laten rijden zo. Ja. Dus ja, u moet hier toch zijn. Dus mijn voorstel is dat mevrouw in ieder geval uitstapt. Ja. En dan even met het kind daar naartoe loopt waar ze moet zijn. Ja. En oh ja, als u het er niet mee eens bent met die bekeuring, dan staat er ook beschreven en achterop deze en op de accept giro wat u moet doen om in bezwaar te gaan. Wat? 100 euro. En dat staat daar. Ja. Duuravond. Dat is goed. Doe voorzichtig. Ja? Deze bestuurder heeft geluk dat hij bij zijn eindbestemming is en kan in ieder geval naar huis. De bekeuring bedraagt 100 euro, maar is inmiddels verhoogd naar 130 euro. Straks komt aan deze proefrit voortijdig een einde. Wij zijn even benieuwd naar waar het originele kentekenbewijs is. Ja, dat is niet zo mooi. Dan krijgt u proces verbaal, want u bent verplicht kentekenbewijs mee te geven. Dus ik zou graag willen dat een van u deze kant op komt om hier de boel op te lossen. Want we hebben hier nu een nieuwe klant staan die overal de dupe van is. Straks is het nieuwe motorseizoen geopend. Dan gaan we dat tunneltje onderdoor en wat gebeurt er dan? Hing, 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 hing. Hoe denk je dat is voor andere weggebruikers als je dat hoort? Hing, hing, hing. Sommige mensen doen er alles aan om aan de politie te ontsnappen en zijn buitengewoon alert op flitspalen en mobiele radarcontroles. Deze Fordrijder is er ook zo één, want zodra er een flitser aan de horizon verschijnt, gaat hij vol in de remmen. Maar helaas heeft hij geen rekening gehouden met de Haagse videosurveillanten, zoals ze zien bij Leidschendam op de Rijksweg A4. Surveillanten Henry en Robert volgen de bestuurder van een Ford Mondeo die de maximumsnelheid van 100 negeert. 136. Ze stonden er straks te flitsen hier ergens. Ja, nu komt u vanzelf aan de beurt. Eerst als te flitsen. En dat heeft de Fordrijder ook door, want hij gaat meteen in de remmen voor de radarcontrole. Komt-ie. De bestuurder slaat echter geen acht op wat er allemaal achter hem gebeurt. En zo wordt zijn snelheid alsnog door de videosurveillanten gemeten. 144. Tijd voor een staande houding. Goeiedag meneer. We rijden al enige tijd achter je. Ik heb dat gereden, ik weet het ook. Ja, ik weet het ook. Daar hebben we beelden van gemaakt. Ik handel het even bij mij in de auto af. Ik geloof je helemaal. Dag heer. Goedenavond. Aalting, verkeerspolitie. Hallo. Ja, je hebt gelijk. Ik weet niet, ik heb nog niks gezegd. Ik heb nou wel gelijk. Ik weet dat ik fout ben geweest. Hier rijdt u. Nou, dit is onze snelheid. We doen zo meteen een eerste meting met de tijd en de afstand. Op het moment dat u een punt passeert, zoals u hier ziet, start de tijd. En op het moment dat wij dat punt passeren, start de afstand. Dat doen we voor een x-aantal seconden. En als u dan daarna, na die tijd, weer een punt passeert, dan drukken we de tijd. En vervolgens de afstand drukken we weer af. En dan krijgen we gemiddelde snelheid eruit. 136 km per uur, die stond daar. Waar ik echt wel over val, is het feit dat u zo in de ankers gaat op het moment dat er een flitser staat. Ik zeg niet dat ik het niet begrijp. Stom van me. En dan blijft hij in eerste instantie na die flitser, blijft hij gewoon keurig netjes rijden. Die andere auto die krijgt ook gewoon netjes de ruimte, geen enkel probleem. En dan gaat het gas erop. Ja. En die gaat dan wel harder erop. We hebben de tweede meting, ik zal lang verhaal kort maken, 144 gecorrigeerd. Daar hebben we 100 toegestaan. Dus dat is gewoon te hard. Daar krijgt u wel een bekeuring voor. Ja, dat is ook een stukje. Meneer, het volgende. Je had hem beter op kunnen laten halen. Dan zeg ik één ding zeker. Het is een geregistreerde boete, 390 euro. Dat ging niet zo prettig. Nee. Dat is maar een stomme schoot. Goedenavond. Ja, ondanks dit. Sorry. Ja. De snelheidsoverschrijding komt net onder de 40 uit. En daarmee ontsnapt deze bestuurder aan de officier van justitie. De bekeuring is er echter niet minder om, want die bedraagt 390 euro. We gaan door naar de politie Midden-Nederland in Amersfoort op de Stationsstraat. Surveillanten Patrick en Ahmed hebben een Opel Corsa met groene handelaarsplaten op het oog. Sowieso kunnen we hem altijd even controleren, want ze moeten altijd de originele kentekenpapieren bij zich hebben. En dat is maar al te vaak niet het geval. De surveillanten besluiten dan ook een controle uit te voeren. Goeiedag. Goeiedag. Ik kan me voorstellen, Patrick, verkeerspolitie Utrecht. Ja, mag je even de motor uitzetten? Wegmisbruik is niet. Ja, ik zou graag even het rijden kentekenbewijs zien. Kentekenbewijs? Ik weet niet waar die ligt. Ik heb die auto kentekenbewijs gemaakt. Dus ik heb wel mijn rijbewijs. Een kentekenbewijs, ik weet niet waar die is. Weet ik ook niet. Van wie is de auto? Van de Opel dealer. Van de Opel dealer? Ja. En daar werk jij? Of je bent een proefrit aan het maken? Aan het maken. Een proefrit aan het maken.
Maar dan mag je ze heel even gaan bellen, want ze moeten jou het kentekenbewijs meegeven. En als je het kentekenbewijs niet bij je hebt, mag je ook niet verder rijden. Nee. Nou, dan gaan we eens even kijken, want volgens ons zijn ook de platen niet verzekerd namelijk. Dat meent u niet? Ja, dat meen ik wel. Dus geef maar een onverzekerde auto mee. We gaan eens heel even kijken, momentje. Dag, Patrick Vermeulen spreekt u mee, verkeerspolitie. Als het goed is, heeft u zojuist een auto meegegeven voor een proefrit. De grijze Opel Corsa. Ja, klopt. Wij zijn even benieuwd naar waar het originele kentekenbewijs is. Ja, u bent... Ja, dat is niet zo mooi. Dan krijgt u proces verbaal, want u bent verplicht kentekenbewijs mee te geven. Daarnaast blijkt ook dat als wij navraag doen op het kentekenbewijs... dat het kenteken niet verzekerd is. Dus ik zou graag willen dat een van u deze kant op komt om hier de boel op te lossen. Want we hebben hier nu een klant staan die overal de dupe van is. Goeiedag. Goeiedag. En Adam Zaden. Patrick Vermeulen, verkeerspolitie. Ja, dag, Patrick Vermeulen, verkeerspolitie. Jij hebt als het goed is het originele kentekenbewijs bij je. Ja. Dat is van de groene platen. Ja. Ja, ik begreep het niet helemaal van hem, dus ik heb die in ieder geval even meegenomen. Je begrijpt het niet helemaal, dan ga ik het nog één keer uitleggen. Ik heb van hem niet goed begrepen, daarom. Ah, oké. Okay. Dus, en we hebben de verzekering, want ik hoorde van hem dat hij niet in verzekering was. Ja. Die platen, dat is eigenlijk. Ja, als wij, ja, nou ja, goed. Waar het om gaat, als wij hem navragen, ja? Dan geeft hij bij ons in het systeem aan dat hij niet verzekerd is. Oh. Oké. Dat kan dus twee dingen betekenen. Of hij is niet verzekerd. Ja. Of het staat niet goed in het systeem. Ik ga je er ook op dit moment geen bekeuring voor geven. Nee. Voor het niet verzekerd zijn. Maar je krijgt een zogenaamd... Je moet een artikel 34 verklaring aanvragen bij de verzekeringsmaatschappij. Dat zij inderdaad aangeven van hij was wel verzekerd op dit moment. En dat is meteen ook weer voor de verzekeringsmaatschappij. Kunnen zij even nagaan of het, zij het wel goed in het systeem hebben verwerkt. Ja, okay. Wat betreft de handelaarsplaten. Ja. Op het moment dat je bij de reisdienstwegverkeer groene handelaarsplaten aanvraagt. Ja. Krijg je 18.2 modellen, je krijgt lange modellen en je krijgt vierkante modellen. Je krijgt altijd drie setjes. En voordat we het weten rijden er dus zomaar in één keer drie auto's tegelijk rond. Terwijl je maar voor één betaalt, verzekering en noem maar op. Ja, daarom heeft op een gegeven moment de RDW en de douane en de Belastingdienst hebben gezegd... Nou prima, om dat nou te voorkomen, daar heb je er maar één van. Ja. Dus moet je altijd dat was bij mij ook niet bekend. Het origineel meegeven. Dat was bij mij niet bekend. In dit geval is dat dus niet gebeurd. Of het nou wel of niet expres is gegaan, daar kijken wij nooit naar. Maar dat betekent wel, die geef ik vast terug. Dat betekent wel dat er dus als kentekenhouder, ja, is het handelaarskenteken niet op de voorgeschreven wijze gebruikt. Dit is in ieder geval €330, komt nog €7 administratiekosten bij. Dat is omdat er geen kentekenbewijs bij is. Omdat het kentekenbewijs, hij is niet op de juiste wijze, zoals het moet, is die meegegeven. Nee. Daar is die bekeuring voor. Hey, dan wens ik jullie ondanks alles... We mogen nu wel weer verder rijden met kentekenbewijs erbij? Ja. Oké. Dus jullie gaan het even onderling met elkaar regelen. Geef het kentekenbewijs maar mee, dan kunnen ze terugrijden. Weet je, vindt er wel goed over? Ja, dat is goed. Hij is er op zich al heel enthousiast over, maar ja, de rest moet je zo zelf even regelen. Wij gaan hem niet voor je verkopen. Nee. Zo ziet het, is ook een mooie auto. Ja, nee, precies. Hey, Oké, ga je dag verder. Succes! De eigenaar moet met een artikel 34 verklaring aantonen dat de Opel wel degelijk is verzekerd. Hij ontsnapt echter niet aan een dikke bekeuring van maar liefst €330. Koos, we zagen net een bestuurder, die maakte in een auto een proefrit met groene platen. Even voor de duidelijkheid, waar zijn die groene platen voor? Nou, die groene kentekenplaten zijn bedoeld om te gebruiken op de bedrijfsvoorraad van een erkende autohandelaar. Dan hoeft hij niet voor iedere auto aparte verzekeringen af te sluiten of wegenbelasting te betalen. Maar aan het gebruik van die platen zijn natuurlijk wel voorwaarden verbonden. Die bestuurder maakt een proefrit, maar die auto bleek niet eens verzekerd te zijn. Hoe is dat dan mogelijk? Ja, dat is nog maar de vraag. Dat moet nog nader onderzocht worden. Want de houder van het kenteken kan wel met de verzekeringspapieren aan. En beweerde ook dat die auto verzekerd was. Dus het kan zijn dat het of verkeerd is ingevoerd, of dat de verzekeringsmaatschappij laks is geweest met het doorgeven van de gegevens aan de Rijksdienst Wegverkeer. Aan het gebruik van zo'n handelaarskenteken zijn bepaalde eisen verbonden. Wat zijn de voorschriften? Nou, de voorschriften zijn op de eerste plaats dat eigenlijk de groene platen alleen gebruikt mogen worden door de houder of iemand die nadrukkelijk de toestemming heeft van die houder. En dan is het alleen voor een proefrit, een testrit of het brengen van de auto naar een plaats
fase van herstel. Hè? Dus bijvoorbeeld van de garage naar de spuiter. En die moet altijd zorgen dat als je met die auto rijdt, dat je het originele kentekenbewijs bij je hebt. Stel nou dat je tijdens een proefrit wordt geflitst door de politie. Dan krijgt de verkoper later een bekeuring op kenteken. Hoe werkt dat nou in de praktijk? Nou, als het goed is, zal die houder van die groene plaat, die zal degene die die groene platen meegeeft op een auto, zal vragen naar zijn rijbewijs. Hij zal de gegevens van zijn rijbewijs overnemen. Hij laat hem ook een overeenkomst tekenen. En in die overeenkomst, daar staat dus dat de bekeuringen doorgestuurd kunnen worden aan de bestuurder. En hij houdt, als het goed is, een administratie bij wie op welk moment met die auto, met die groene plaat heeft gereden. We rijden mee met de politie Limburg in Maastricht op de kruising A2 met de viaductweg. Surveillanten Jan en Frans staan voor de kruising als er een vrachtwagen door rood komt gezeild. Er rit er van erin, joh. En dik voor. De agenten zetten de achtervolging in. Dat wordt eigenlijk niet nodig. Alleen een kijken hoeveel hem in de krant kregen. En dat valt op deze locatie nog niet mee. De agenten wachten op een veilige stopplek en spreken de chauffeur vervolgens aan. Goeiedag, meneer. Ik zou graag je rijbewijs even zien. Mag ik even naar beneden komen? En het zou ook heel fijn zijn als deze boer on tour tijdens het gesprek zijn motor uitzette. Maar dat zit er kennelijk niet in. Dank u wel. Nou, hoop van het volgende. Wij staan op de A2 met de geuzel. De viaductweg staan wij voor linksaf. Ja. Rechtdoor heeft oranje, rood. Ik sta minimaal 2 seconden op rood en dan kom jij met deze geweldige combinatie daarin. Denderen, want dat vind ik geen rijden meer. En doen we die bekeuring maar met een keer. Ja, goed, rustig aan. Ja, dat heeft helemaal niks om het lijf wat je doet. Nee, het is levensgevaarlijk wat je doet. Ja? Auto's van voor jou rechts, die krijgen grond. En die verwachten niet dat zo'n gevaar van alles met zo'n snelheid over zijn kruising komt. Dus ik vind je heel onverantwoord bezig. Je moet wel weten waar je mee rijdt. Die indruk heb ik niet dat je dat weet op dit moment. Je kunt je haast hebben bij het leven. Ja? Maar dat is geen mensenleven waar. Nooit. Ja? Dat wil ik graag, dat je dat ophoudt. Dat je daar maar mee doet. Ik krijg van mijn bonnetje mee, meneer. Over een aantal weken zal we een acceptering volgen. Dat staat verderop hoe ik kan afhandelen. En ook wat ik kan doen als ik er niet mee in kan. Ja? En dan zou ik zeggen, doe het rustig aan. Ja? Goed zo. Zijn gehaaste rijstijl heeft deze chauffeur weinig goeds gebracht, want de bekeuring voor het rode verkeerslicht bedraagt €220. Brom- en snorfietsers zijn regelmatig bij ongevallen betrokken en jaarlijks vallen er gemiddeld 60 doden en 1600 gewonden. Een goede valhelm kan veel leed voorkomen, maar dan moet je die natuurlijk wel op je hoofd zetten en ook het kinbandje op de juiste manier bevestigen. Maar kennelijk heeft deze jongeman daar geen enkele boodschap aan, zoals we zien in Hoogland op de Bunschoterstraat. Surveillanten Patrick en Ahmed keren voor een snelle bromfietser. Parallel. Heel snel brommetje. Passagier had geen helm op. Even kijken. Staan ze stil, hè? Staan ze stil? Rijden met aan van de andere kant. Staan ze nog? Dat zijn er wel voor. Patrick spreekt de helmloze bijrijder aan. Hoi, Patrick, verkeerspolitie. Ik ben Mark. Mark, heb je een legitimatiebewijs bij je? Ja. Krijgt een bekeuring voor het niet dragen van de helm? Maar we rijden toch niet? Nee. Nu sta je stil, nee. Nee, maar net rijden we ook niet. Nee? Dat is grappig dat ik jullie net wel heb gezien. Ik zou graag voor jou even het rijkentekenbewijs willen. Ja. Jasper, waar woon jij? Baren. Baren, oké. Ja. Hoe weet je dat? Volgens mij rijdt hij wel heel hard, of niet? Ik heb gisteren rollenbank gehad. Waar? In Soest. Niks aan. Nou, dan gaan we eens even navragen, want toevallig is er nu ook rollenbank hier verderop. Ja, mag voor mij, hoor. Oké, mooi. Mark, je hoeft geen antwoord te geven, maar waarom zit je achterop zonder helm? Ja, gewoon snel thuis. Snel thuis? Vind je het handig? Nee. Nee, waarom doe je het dan? Nou, snel thuis. Dat is de enige reden. Ja. Maar als je er nou vanaf valt of je krijgt een aanrijding zonder helm, dan ben je voorlopig helemaal niet meer thuis, denk ik. Dan is de auto kapot die jou aanrijdt. Ja, zou het? Denk het niet. Je vindt het wel om te lachen, zonder helm? Nee, maar... Nee? Ik vind niet echt een zwaar misdrijf of zo. Nee, het is ook geen zwaar misdrijf. Maar het is wel iets wat wij heel gevaarlijk vinden en wat ook heel gevaarlijk is. Maar hoeveel kost zo'n boete? €90.
Hoop geld toch? Nee, we werken met Polymoon. Geld zat. Ja? Zij zegt het. Doe het de volgende keer niet, want het is echt gevaarlijk. Ja. Het kan een verschil betekenen tussen leven en dood. En je bent nog vrij jong. En je vindt het nu allemaal misschien nog wel een beetje grappig. Of misschien wel dat je denkt van, ja, waar maak je druk om? Nou, ik ben toch wel zelf bij Polymoon. Ik denk dat als je over een tijdje wat ouder bent, dat je er nog eens over nadenkt. Ik denk, nou, die agent die had toch wel gelijk toen. Ja. Hé, hey, ondanks alles. Beter succes. Gaan rijden morgen. Even, wat zeg je? Beter binnendoor gaan rijden morgen. Zeg. Ja, precies. Ja. Gewoon, of gewoon een helm opdoen. Voor 90 euro kan je een hele mooie helm al kopen. Ja. We waren net onderweg naar de helm. Ja, een beetje jammer. Nou, succes. Jij ook, hè? Oké, okay, hoi. De bijrijder zal verder moeten lopen en aangezien hij geld zat heeft, kan hij mooi een nieuwe helm kopen. Van Hoogland gaan we naar de politie Oost-Brabant in Eindhoven op de Bosdijk. Surveillant Jos en Johan zien in tegengestelde richting een bromfietser naderen die aan de verkeerde kant van de weg rijdt en hier ook nog eens door rood knalt. Even verderop is het weer raak. Ja, die vorige was ook rood. Mm-hmm. Probeer op te vangen hier. Maar twee keer een rood verkeerslicht in elk geval. Ja. Dus het terrein van de GGZ, hey, overigens. Of ik pak de sluiproute hier. Ik denk dat die de sluiproute pakt. Ja. Zo die nu. De bromfietser heeft kennelijk door dat hij wordt gevolgd en weet via een voetpad met paaltjes te ontsnappen. De agenten zijn echter niet voor één gat te vangen en weten de man te traceren die er ondertussen te voet vandoor gaat. Zie hem rennen. Maar voordat de bestuurder er tussenuit kan knijpen, rijden de surveillanten hem klem. Jos spreekt hem aan op zijn rijgedrag. Goedendag. Goedendag. Jouw manier van rijden valt ons op. De manier van rijden? Ja. Ja. Daarom laat je ook stoppen. Sorry. Althans, dat wilden we. Maar ik had zelf aan het rennen. Dat was al niet nodig geweest, want ik had gewoon stil kunnen blijven. Nee, zo, anders kom ik te laat. Waar moet je zijn dan? Achter bij de unit. Wat? Bij de unit. Ja, ja, oké. Okay. En hoe laat moet dat zijn? 5:30. Nou, dat is 5:50. Dus. Je gaat het niet halen. Jawel, je mag tot 5:55 komen. Ja. Waar kom je jou tegen? Op de Bosdijk? Ja. Ga je aan de linkerkant van de weg? Ja. Ja? Dan kom je vervolgens bij het verkeerslicht, bij het Vredehoord, Pieter Zeemansstraat. Ja? Ja. Ga je gewoon door rood? Nee. Ja? Ga je gewoon door rood? Gewoon door rood? Ja. Vervolgens kom je bij de kruising met Vredehoord, voorbij Philips Nederland. Ja? Ga je gewoon door rood? Je mag even voor in plaats nemen, dan ga ik even wat gegeven. Dan zal ik je ook even een handje geven. Hollanders. Zometeen kom jij ons hier, aan deze kant, tegen het verkeer in, kom je ons tegemoet. Het verkeerslicht straalt rood uit. Oranje. Zie je? Nee, rood. Nee, je bent hier aan het kijken, hè? Ja. En wat doe je? Groen. Dus groen, nee, hè? Rood. Auto's groen. Ja, auto's groen. Ja, voetpad met fietsen is altijd groen. Nee, dat was rood. Hebben we nog vragen over deze beelden? Ja. Vertel. Waarom hebben jullie eigenlijk opgenomen? Wij nemen die altijd op, als we met de videoauto zijn. En waarom nemen we ze op? Om iemand die zegt dat het groen is, te kunnen laten zien dat het wel rood was. Dag. Ik geef hem weer terug het rijbewijs. Ja. Ik heb twee bonnetjes. Eentje voor het rode licht en eentje voor het niet rechts rijden. Het rode licht is €150. Nee. En het niet zoveel mogelijk rechts houden, dus links rijden op het fietspad, is ook €150. €300. Toch veel geld. En dan hebben we het nog niet over de snelheid gehad en over de andere dingen die je uithaalt in het verkeer. Ja? Ja. Oké, harder weg. En daar gaat onze roadrunner weer met 2 gepeperde bekeuringen op zak. Straks ligt de politie Midden-Nederland in de clinch met deze praatjesmaker. Als je dan gewoon even normaal wacht. Nee, ik weet het, €130 plus €7, die onzin van jou, die reclame ding hoeft niet te horen. Dat is gewoon heel normaal. En volgens mij bepaal jij niet hoe ik mijn werk doe. Straks ligt de politie Midden-Nederland in de clinch met deze praatjesmaker. Als je dan gewoon even normaal wacht. Nee, ik weet het, €130 plus €7, die onzin van jou, die reclame ding hoeft niet te horen. Dat is gewoon heel normaal. En volgens mij bepaal jij niet hoe ik mijn werk doe. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te waarborgen, zijn verkeerslichten in Nederland zeer secuur afgesteld. Dus wanneer de surveillanten groen licht krijgen, weten ze zeker dat het verkeer uit andere richtingen rood moet hebben.
Desondanks komt deze Toyota-rijder nog even met de noodgang over de kruising gescheurd, zoals ze zien in Den Haag op de Lozerlaan. Surfjanten Henry en Robert naderen de kruising met de Eskamplaan als de verkeerslichten in de verte al op groen springen. Show! Maar het weerhoudt een Toyota-bestuurder er niet van om door rood te scheuren. Zo, maar zag je dat? Hoe lang stond u al op groen? Ja, maar dat vond ik nog niet zo het belangrijkste. Maar wat voor snelheid die kruising overnam. Ja, precies. En nou rijdt hij... Keurig netjes. Nou ja. Ik denk dat hij wel nattigheid voelt al. De surveillanten vinden het op zijn minst zinvol om een gesprekje aan te knopen. Hallo. Goeiedag. Mijn naam is Aaltink en ik ben van de verkeerspolitie. Ja. En wij rijden net op de Lozerlaan. Ja. En u komt voor ons van rechts, bij die Texaco. Dat is de Eskamplaan. Ja. En dan hebben wij op een gegeven moment echt al een aantal seconden groen. En dan komt u me toch met een snelheid die kruising overjakkeren. Daar schrikken wij nou van. Ik wil even uitnodigen bij ons in de auto, want wij hebben videobeelden van hetgeen wat wij zien. Wat wij zien is dat er gewoon twee rijstroken rechtdoor in de richting van Kijkduin. Die staan gewoon best wel een tijdje op groen licht. Dat betekent dat als wij voor rechtdoor groen hebben en links en rechtsaf is rood, dat het fietsverkeer gelijktijdig met de rijstroken groen heeft in dezelfde richtingen. Dus de rijrichtingen die groen hebben en de omliggende fietspaden, die hebben ook groen. Als u dus aankomt rijden en u rijdt door rood, wat niet anders kan, want technisch is het niet mogelijk dat er twee verschillende rijrichtingen groen licht hebben. Dan zou het dus zomaar eens kunnen zijn dat u met die snelheid waarmee u de kruising passeert niet meer kan reageren op het moment dat er daadwerkelijk iemand oversteekt. En dan heeft A, de fietser een probleem, wij hebben een probleem en u heeft een probleem. Nou is het wel zo dat we niet hebben geconstateerd dat u door rood licht bent gereden. Dus met andere woorden, wij hebben uw kleur van het lampje hebben wij niet kunnen zien. Ja. Dat betekent dat we daar ook geen bekeuring voor schrijven. Wat vindt u er zelf van als u zo zelf terugziet op zo die kruising over? Nou, het was niet... Het is natuurlijk nooit in je intentie om opzettelijk gevaar te creëren. Maar... gewoon de volgende keer een beetje beter opletten. Lijkt me goed plan. Dan moeten we er iemand bij laten, denk ik. Nog vragen? Over de beelden of iets? Beelden spreken voor zich, hè? Ja. Dat is goed. Ja. Wel thuis, denk ik? Ja, ik was op weg. Dus... Kentekenwijs had je niet, hè? Nee, meneer had ik niet bij zich, maar... Oké. Goed zo. Deze bestuurder kruipt door het oog van de naald en heeft hopelijk iets geleerd. De bekeuring van €220 blijft hem voor deze keer bespaard. Van Den Haag gaan we naar de politie Rotterdam bij de Maashaven. De Rotterdamse videosurveillanten hebben drie motorrijders in het vizier die uit hun winterslaap zijn ontwaakt. Zo, kijk die voorste raam. Het nadeel van een motor is het trekt zo lekker snel op en dan uiteindelijk valt het allemaal mee. Je kan hem afsluiten. Ondanks het snelle accelereren blijft van de eerste trajectmeting weinig over. De surveillanten hoeven echter niet heel lang te wachten voordat de motorrijders het gas er weer opgooien. Zo. Je had hem op de voorste gestart, hè? Ja. Kijk eens of je hem kan afsluiten. Wat is de tijd in ieder geval? 62. Kun je hier toch niet langs? Mooi, het is joh. Wat bereik je daar nou mee? Even kijken, helemaal slingerend heen en weer. Nou, ze gaan dat niet doen. Nee. Ja, ik denk ook wel dat ze dat door hebben gehad. Maar ik denk wel dat we ze ook even kunnen aanspreken, of niet? Ja, ja. Ik vind het op zijn minst dat slingerende gedrag en dat geluid wat ze produceren. Het wekt gewoon irritatie op. Mensen schrikken ervan. Het feit dat ze, gewoon hard optrekken, dat is nergens voor nodig. Ja, hij is aan. Goeiedag, politie Rotterdam. U mag hem even uitzetten. Ik zou graag van een allen een rijbewijs willen zien en een kentekenbewijs, alstublieft. Kentekenbewijs is ook niet bij me, maar hij staat op mijn naam. Oké. Hij staat niet op mijn naam. En u heeft kentekenwijs ook niet bij? Nee. Waarom niet? Wat is mijn vader is. Sorry? Wat is die camera? Ik versta het niet goed, moet even hem afzetten. Dat is van wegmisbruikers. Nee. Ja.
Luister, het volgende. De reden dat we op een gegeven moment jullie hier nu stilzetten heeft te maken met rijgedrag. Het stukje daar waar je al zegt, bij die vrachtwagens, op het moment dat ze weg zijn, beginnen we eigenlijk de meting bij u, want u trekt hem aardig op. En dan zit u inderdaad tegen een invorderingsgrens aan. Het is een bedrijvengebied, auto's die uit het niets komen, voetgangers die over kunnen steken. Stukje, ja, een klein stukje. Maar je rijdt al helemaal slingerend. Jullie rijden al slingerend over de weg. U bent eigenlijk nog de meest rustige rijder van al, want u rijdt achter. U bent eigenlijk de meest rustige rijder. Dan gaan we dat tunneltje onderdoor. En wat gebeurt er dan? Hing, 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 hing. Hoe denk je dat is voor andere weggebruikers als je dat hoort? Hing, hing, hing. Dan zou ik om me heen kijken. Hé, er komt een motor aan. Dan ga ik... Dat is toch goed? Ja, maar dat nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat andere weggebruikers denken... Het gaat al om dat andere weggebruikers denken... Hé, dat is agressief rijgedrag. Ik moet ruimte maken. Waar komen ze vandaan? Hoezo? Als je een auto hoort, een Porsche, die heb ook geluid. Ja. Is het dan gelijk agressief rijgedrag als je geluid hoort? Dat kan het zijn. Dat kan het zijn. Ja, maar het is toch nergens voor nodig om dat geluid te maken, of niet soms? Hoezo is dat nergens voor nodig? Hé, luister, als ik het... Zeg maar gewoon op straat doet. Iedereen steekt zijn duim. Nou, maar het, ja, dat zegt kijk, u. Is het midden in de nacht? Weet je, dan zeg ik oké. Okay, het wekt irritatie op. Het is spits, het is hartstikke druk. Moet je gewoon niet doen. Het is nergens voor nodig. Het snelle optrekken, ook nergens voor nodig. Als je jezelf moet uitremmen, ga je dat niet meer redden. Maar ga eventjes kijken bij de beelden. Loop maar eventjes mee. Dan kan je zelf je eigen rijgedrag zien. Gaat er maar even bij staan. En of je die peuk vervolgens op een normale manier wil uitmaken, vind ik niet zo netjes buiten. Doe ik bij u in de tuin ook niet. Hallo. Goeiedag. Het gaat om jou. Ja. Omdat jij uiteindelijk die hele speurt maakt die helemaal nergens voor nodig is. Tuurlijk, maar... Ja, even. Ik zelf ook wel. Nee, je nee. Je hoeft niet uit te gaan leggen. Dan heb je een motor. Nee. Ook als je in vrije tijd bent. Dus, maar het gaat nu niet om mij, het gaat om u. Ja, ik begrijp het ook wel. Maar kijk, ik vond het nergens. Kijk, als het nou echt... Capriola dan. Ja. Gekke dingen aan doen, wheelies aanmaken, stopje aan. Maar wat is dan het verschil als je daar met 80, 90 rijdt in een bebouwde kom waar allemaal vrachtverkeer rijdt? En, ja, en op een stuk, wat meneer, open is. En luister, wat ik weet wel wat ik bedoel. Ik ga niet op een stuk. Laten we even één tegelijk blijven. Dat is heel lastig zo. Nee, goed. Ja, twee seconden, twee sneller. Wij trekken sneller op, dat is het enige. Maar qua snelheid. Maar je mag, hoe hard mag je daar? 50. En hoe hard rijden jullie? Althans, hoe hard rijdt u? Ik reed niet echt hard hoor. Het is gewoon één keer die gas. Ik reed 75 en spring gelijk weer terug. Echt waar. Nee, ja, op onze tellen kom je al tegen de 90. 70, 75 en toen liet ik hem gewoon weer terug. Nee, ja, het was harder. 100%. 100%. Voor jullie alle drie geld, laat het een wijze les zijn. Dit is gedrag wat nergens voor nodig is. Nu ben je gewaarschuwd puur om het feit omdat we ook geen goede meting kunnen starten. Maar jullie weten allemaal, op het moment dat we de kans krijgen om een goede meting te starten, dan ben je die gewoon kwijt. Zijn jullie ook van plan om hier te gaan? Nou ja, maar kun je voorstellen dat rijgedrag wat je vertoont en door af en toe je gas zo open te trekken en denk van hé, die gaan zo meteen het gas open trekken. En als wij dat denken, denken andere weggebruikers dat misschien ook. Hé jongens, we gaan even lachen aan de camera. Niet handig. Ja? We zwaaien. Bij de opening van het motorseizoen gaat het vaak mis en hoewel de surveillanten geen meting hebben kunnen doen, zijn de heren toch met hun neus op de feiten gedrukt. Koos, het is een jaarlijks terugkerend fenomeen, motorrijders die in het voorjaar weer de weg op gaan. Dat betekent aardig wat extra werk voor de politie, toch? Ja, je ziet elk jaar weer opnieuw, zodra het een mooi weekend is, dat die motorrijders massaal de weg op gaan. En dan zie je een piek in de ongevallen waar weer motorrijders betrokken zijn. Waar valt die piek aan te wijten? Ja, het is toch weer even wennen. Als je voor het eerst weer na een lange winter met je motor de weg op gaat, dan moet je weer even wennen aan die motor, aan de snelheid, aan de techniek. En sommige mensen die draaien dan gelijk dat gas open. En dat is erg onverstandig. Trouwens, automobilisten moeten ook weer wennen als er ineens weer zoveel motorrijders de weg op komen. Nou deden die motorrijders van daarnet nogal laconiek over hun rijgedrag. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat het toch een beetje ingegeven werd doordat ze met z'n drieën tegelijk werden aangesproken. En dan willen ze voor elkaar niet toegeven dat ze onverstandig bezig waren. Er kwam nog een beetje stoerdoenerij bij omdat het een vrouwelijke politieagent was. Maar ik denk dat het anders was geweest als ze stuk voor stuk waren aangesproken. Waar moet je eigenlijk op letten als je motor in het voorjaar weer uit de stal haalt? Nou, je moet op de eerste plaats kijken naar de banden. Zitten er geen droogtescheurtjes in? Hoe is het met profiel? Is de spanning goed? Let op de verlichting of die nog goed werkt. Je helm controleren, je kleding controleren. En ga alsjeblieft, als je voor het eerst gaat rijden, rustig aan beginnen. En misschien is het wel verstandig om een opfriscursus te volgen.
Ook motorkleding is een steeds terugkerend item in ons programma. Maar toch zie je ook vaak motorrijders met een korte broek en een blouseje op die motor zitten. Ja, het blijft erg onverstandig, want er vallen elk jaar weer 60 doden en 1100 gewonden onder de motorrijders. En ik kan je verklappen dat de verwondingen veel ernstiger zijn als je geen beschermende kleding draagt. Dus het is echt heel verstandig om goede kleding te dragen op die motor. We rijden mee met de politie Midden-Nederland bij De Bilt op de Biltse Rading. Surveillanten Patrick en Ahmed zitten achter een Peugeot-rijder die eerder opviel door zijn rijgedrag. Bij de verkeerslichten blijkt dat de bestuurder geen gordel draagt en ook zijn verlichting functioneert niet naar behoren. Wel gordeltje, hè? De bestuurder. Laag nummer 16, correct dan? In richting. Tankstation. Meenemen, even controleren. Ja? Ja. Patrick spreekt de bestuurder aan. Hoi, Patrick, verkeerspolitie. We zagen ze toch vandaan, daarachter toch? Wat zeg je? Niks. Nou, volgens mij ben je aan het praten, of niet? Ja, wat loop je nou zo stoel altijd te doen voor de camera? Doe gewoon je werk klaar. Kijk, mijn rijbewijs, kijk, mijn ding, doe jij je ding. Volgens mij heb ik toch een normaal gesprek met je, nou of niet? Gewoon, doe nou gewoon je werk, ik hoef niet met je. Oké. Okay. Klaar. Hey, je er vallen een aantal dingen op. Onder andere dat je achterlangs hebt zitten. Okay. Dus ik krijg een keuring voor? Ik doe nou eens goed. Dus, en ten tweede vergeet je overal richting aan te geven? Nee, mijn zekering is kapot, man, toevallig. Toevallig? Ja. Moet je hem eerst even maken of wil je verder gaan rijden? Dat ga ik doen. Dus? Met de eerste van Texas haal ik wel een zekering. Heb je geen zekeringen bij je? Tenzij jij iets hebt. Ik heb ze ook niet bij me, nee, helaas. Hey, en je linker achterlicht is ook kapot. Is die ook kapot? Ja. Erop slaan? Weet ik niet of dat helpt. Dat mag. Mag je even kijken of dat helpt? Nee, is goed. Dus waarom draag je gordel zo? Je hoeft geen antwoord te geven. En heb je hem niet gewoon normaal om? Nou, gewoon daarom. Ik hoef daar geen antwoord te geven. Want... Nee, hoeft niet. Prima. Dus je krijgt er in ieder geval een procesverbaal voor. Is goed. En dat procesverbaal bedraagt 130 euro. Je mag nog even naar je achterlicht kijken. Hij is kapot, toch? Ja, maar mag je even kijken? Je ging het erop slaan, zei je? Nee, hoeft niet. Laat maar zitten. Oké, dan was je alweer mee klaar. Ja. Alsjeblieft. En de bekeuring voor het niet dragen van de gordel kost 130 euro. Komt 7 euro administratiekosten bij. Okay. Als je nog heel even wacht, kunnen we even het gesprek afmaken. Nee, ik bepaal wel of je gaat. Ik moet mijn moeder ophalen, man. Dus kan je opschieten, we staan toch normaal in een gesprek? Ja, maar ik moet opschieten, man. Als je dan gewoon even normaal wacht... Niet, ik weet het, 130 euro plus 7 euro. Hoef ik die onzin van jou, die reclame ding, hoef ik niet te horen. Dat is gewoon heel normaal. En ik, volgens ik mij bepaal dat. Jij niet hoe ik mijn werk doe. Ik weet hoe dat moet. Oké, alsjeblieft, hele fijne dag verder. Hetzelfde. Succes, hè? De bekeuring voor het niet dragen van de autogordel bedraagt 130 euro.